Jeet! Dit zijn dus alle kasten. We gaan even beginnen met deze leuke knuffels. Hier ben ik zo blij mee. Hallo mijn schatten en welkom bij weer een nieuwe vid. En vandaag ga ik jullie mijn nieuwe kast laten zien. Want zoals jullie weten, als jullie die vorige video's hebben gezien in ieder geval, ben ik onlangs verhuisd. Vanaf jongs af aan heb ik hier echt altijd al van gedroomd. En dat ik hier nu gewoon zit is gewoon nog steeds een beetje onwerkelijk of zo. Ik ben er echt zo blij mee en ik kan echt oprecht niet wachten om het jullie te laten zien. Het is ook eindelijk geordend, want in mijn oude huis lag echt alles overal. Ik had in een woonkamerkasten, ik had in dat soort van torentje wat dan aan mijn huis vast zat, had ik allemaal opslag in mijn kamer. Echt letterlijk overal het huis waar ik kwam lag eigenlijk kleding. En ik heb nu eindelijk één grote kamer waar alles bij elkaar zit. Voordat we gaan beginnen, doe zeker eventjes een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je vindt het leuk om naar mij te kijken. Dus laten we beginnen met de klassentour. Tadaa! Oké, ik begin gewoon even met een overview hoe het eruit ziet. Dit zijn dus alle kasten. Het zijn allemaal pakskasten van de IKEA. Dus dat is echt super chill. En deze kasten, dat zijn volgens mij officieel Billy boekenkasten. Maar die waren bijna even hoog als die. Dus ik dacht, oh ja, dat past er dan wel top. Kan ik mooi mijn tas en mijn schoenen en zo allemaal erin zetten. En dit mooie bankje heb ik via Vind iets Vintage op Instagram. En dit kleed heb ik van al mijn friends gekregen voor mijn verjaardag. Die is helemaal custom door iemand gemaakt. Ik weet niet meer precies door wie, maar wel heel erg blij mee. Oh my god. Oké, we gaan beginnen met dit gedeelte van de kast. En ik heb het soort van voor mezelf logisch ingedeeld. Hier heb ik allerlei soort van gekleurde en geprinte broeken. Oké, en dan hier zijn allemaal meer een beetje stofachtige broeken. Dus niet echt denim, maar dat ik dacht, oh ja, apart stofachtige broeken, die doen we allemaal bij elkaar. Kan het ook niet echt anders worden. Dan heb ik hier zo een aantal beige en witte broeken. Een beetje van die soort van, ja, camo-achtige stofjes. En dan heb ik hier achter nog broeken die ik wat minder vaak draag, maar nog wel vet vind om in mijn kast in ieder geval te houden. Dit zijn gewoon denimbroeken die ik regelmatig draag. En ook denim met printjes erop. En dit zijn ook weer denimbroeken waarvan ik dacht, ik draag het heel af en toe, maar niet te vaak. Dus ik leg het gewoon lekker helemaal onderop. We gaan er gewoon eventjes doorheen wat hier allemaal ligt. Deze vind ik echt heel erg nice. Het is een beetje een soort van flared met van die bloemetjes erop. Deze is van Nasty Gal. En ik vond het heel erg leuk dat er hier van die rafeltjes ook onder zitten. Heel erg toppertje. Dat is deze. En deze hebben jullie denk ik sowieso al een keer gezien op Pinterest of zo. En deze broek ging op een gegeven moment helemaal viral. Die is van de Wrecked Priest. En hij heeft eigenlijk net iets aan de kleine kant. Maar soort van als ik iets langs eroverheen doe, dan gaat het op zich nog wel. Oké, om nog eventjes lekker bij de swirls te blijven. Ho, gaat fout. SOS. Heb ik ook nog dit broekie van Hosbjerg. Ook echt een toppertje. Ik vind sowieso dat Hosbjerg hele vette dingen altijd heeft. Met gewoon vooral van die gekke printjes. En I love that. Ik had deze broek pas op mijn stories geplaatst. Ik heb nog nooit zoveel DM's gekregen over een broek. Dus ik ga hem even helemaal uitlichten aan jullie. Dit toppertje. En wat zo vet is, dat dit is gewoon helemaal met de hand gemaakt. Ik heb deze gekocht op de Las Dalias Market in Ibiza een paar weken geleden. Dan heb ik nog twee broeken wat echt gewoon, oh, hier gewoon intens blij en obsessed met deze broeken. Ook omdat het zo heftig is. We hebben deze broek van Saxpots. En gewoon die shimmer. Dan heb ik dus ook nog deze. Oh, gaat zo een beetje fout. Deze is dus ook van Saxpots. Gewoon precies dezelfde, maar dan in het roze. En ja, ze zitten ook gewoon mega chill. Het is gewoon een soort van legging bijna. Normaal vind ik echt leggings vreselijk, maar dit is gewoon, dit kan gewoon. Ja, een ander broekje wat ik echt heel erg leuk vind. Dit is dus echt een zieke knock-off van IMG. Ja, want ik heb dit gewoon letterlijk via AliExpress gekocht. En toen later dacht ik pas, oh haha, die broek is eigenlijk van IMG. Ja, maar oké, maakt niet uit. Dat is deze. Ook weer gewoon ja, heavy print, maar
Ik weet niet, ik vind dat roze met dat paars echt heel lekker samengaan. Dan heb ik deze broek echt heel toevallig, ja, letterlijk gisteren volgens mij gekocht bij de Urban Outfitters. Ik vind dus van die low-waist broeken best wel weer nice. En het is gewoon echt een beetje zo'n, hoe noem je dat? Ja, voor mij ziet het er gewoon uit als een soort safari broek, maar het heet geloof ik anders. Maar gewoon, ik noem het gewoon even een safari broekie. Dan heb ik ook nog zo'n ander soort broek waar ik ook echt obsessief mee ben. Alleen die moet ik dus even laten inkorten, want die is echt 50 maten te groot eigenlijk voor mij. Kijk, it's very big. Via Thrifttail heb ik deze gevonden. Maar ook weer die stof is top. En de fit, dus behalve dat het groot is, is ook heel mooi. Deze denim broek, die ik echt heel erg chill vind, die ik laatst tijd heel veel draag. En ik vind het leuk omdat hij, het is best wel een standaard broek, maar het maakt net wat anders omdat hier aan de zijkant zitten allemaal van die soort van rafeltjes. En ook deze is hier van Nasty Gal. Dan het volgende gedeelte, dat is hiernaast. En hier heb ik eigenlijk gewoon alle soort van spaghetti bandjes, topjes. I'm not even sure of dat een ding is, maar oké. Okay. Dan heb ik hier bijvoorbeeld nog een paar korte mouwen mesh tops, polootjes en dan heb ik hier nog allemaal rokken. Een paar van mijn faves ga ik er gewoon weer even uithalen. Dat zijn wel dit soort topjes. Ook weer echt gisteren bij de Urban Outfitters gekocht. Nou, als ik het nu zo vasthoud, dan denk je, wat laat jij zien? Want het is erg onduidelijk. Het topje hoort dus ongeveer zo te vallen. En dan, wat je hier zo ziet hangen, dat moet je dan zo naar voren knopen. Nou, dan heb ik deze Amazing in de sale gekocht. Ja, ik ging even naar de Mall of the Netherlands. Hebben helemaal mijn slag geslagen daar. En ik vond dit zo leuk. Dat die kraaltjes zo eronder, dacht ik, nou, bij de Bershka heb ik deze vandaan. Nog een heel cute dingetje bij de Bershka. En dat is deze. Maar ik vond vooral die ringetjes hier zo heel erg leuk. Net zoals ik hier heb. Deze trouwens ook van de Urban Outfitters. En dit rokje is ook van de Urban Outfitters. Deze ook van de Urban Outfitters. Twee van die bustiertjes. Maar ik vind vooral deze zo intens mooi. Deze vind ik dus ook heel erg vet. Alleen die is eigenlijk een beetje te klein. Deze is van Minga London. En wat ik dus heel erg cool vind aan dit topje zijn deze bandjes helemaal met steentjes. En dan staat hier Baddie. Deze heb ik ook weer bij de Bershka gehaald in de sale. Deze is van New Girl Order. Dat was een collab met Hello Kitty. Ook echt heel schattig. En deze is van de Primark. Of Primark, hoe je het wil noemen. Gewoon simpel. Het was echt 6 euro of zo. 4 euro. Nog allemaal van die rokjes hangen. Nou ja, het zijn vooral heel veel van die pleated dingetjes. Beetje tennisskirt-ish. En dan allerlei soorten kleuren. En dit is echt het beste van deze kast. Hier ben ik zo blij mee. Mijn sieradenlaadje. Nou oké, ik heb het zo als volgt ingedeeld. Sowieso nog even credits naar Marije, want die heeft mij helemaal geholpen met deze kast samen te stellen. Want ik wist natuurlijk weer helemaal niet waar ik moest beginnen. Ik heb hier voornamelijk echt alle gouden kettingjes. Dan heb ik hier al mijn ringen liggen. En de meeste hiervan die zijn van AliExpress. Volgens mij bijna alles wat hier ligt is letterlijk van AliExpress. En dan hier zo nog meer. En dan heb ik hier nog een aantal ringetjes van My Jewelry. En dan heb ik hier gewoon de dingen die ik het meest draag natuurlijk. Nou ja, heel veel kettingen van Iris Ammerker Calling Customs. Dat zijn eigenlijk allemaal die met die smileys. Hier zo eentje. Hier is er dan weer eentje met een bloemetje erbij. Hier heb ik nog een groene soort van. Even kijken hoor. Deze is ook soort van, die hebben we ook zelf gemaakt. Die hebben we alleen nooit echt uitgebracht, maar die is ook wel heel erg vet. Dan heb je hier zo allemaal oorbelletjes. Deze vind ik dus echt super vet. Ik weet niet meer waarvan ze zijn. Ik zal het merkje eventjes hier zo zetten. Het is echt een heel leuk merk. Echt, I love it. Dan heb ik hier nog van die teenringetjes. Ook heel erg cute. Heb ik pas gehaald. Hier mijn scrunchies. Hieronder dingen van Poen Beer. Waar ik een keer samenwerking mee had voor een TikTok. Elastiekjes, speldjes, elastiekjes en hier ook nog allemaal van die hele cute bloemetjes en vlinderspeldjes. Die heb ik ook allemaal bij de Urban Outfitters gehaald. Dan de volgende la, dat zijn eigenlijk gewoon al mijn sokken. Mijn Gucci socks, echt helemaal gestoord dat ik die heb gekocht, maar boeien. Deze echt heel lief van Lacoste, heb ik pas van een vriendinnetje gekregen. Echt still love them very much. Dan hieronder eigenlijk gewoon al mijn sportkleding. Is niet heel erg bijzonder. Dan gaan we hier door. En dit
is soort van de I don't know what it is la. Dan gaan we naar het volgende gedeelte daarnaast. En dit zijn eigenlijk voornamelijk soort van die geknoopte vestjes. Dus bijvoorbeeld dit soort dingen. Deze dan van Mingalonnen. Wat dus jammer is. Ik zat dus te denken, het is ook echt leuk om aan jullie mijn miskoop te laten zien. Maar ik heb echt bijna... Nou ja, ik zal het eventjes laten zien. Alles in selfie zakken al gedaan. Want daar verkoop ik tegenwoordig mijn kleding op. Dus ik zal eventjes een link hier in de beschrijving zetten. Als je mijn kleding wil kopen, check even op selfie. Want er staat heel veel op. Ik ga jullie nu een vraag stellen. Wat denken jullie dat dit dingetje kostte? Oké, ik krijg nu even tijd om het in de comments achter te laten. Dit ding is, volgens mij was iets van 380 euro. Dat is toch helemaal gestoord. Doe even normaal. Het schijnt dus wel van een of andere cashmere te zijn. Maar dat ik denk, sorry, maar dat mensen hier 380 euro voor neerleggen. Dat snap ik gewoon echt niet. Dan heb ik nog best wel veel van dit soort dingen. Dit was toen op een gegeven moment helemaal een ding. Ik moet zeggen dat ik dat niet heel veel meer draag. Oh, deze heb ik letterlijk nog nooit gedragen. Het kaartje hangt er nog aan. Deze is heel vet. Alleen die is dus een beetje te klein ook. Maar het is een beetje een ding met... wolkachtige print. Even kijken hoor. Deze vond ik ook heel erg vet. Ook weer van Ali. Ook een mesh top. En dit heeft dan een beetje zo'n... Ja, ik wil niet per se zeggen tatoeage. Maar ook weer wel. Maar in ieder geval allemaal gekke letters en dingen. Deze. Ook weer van AliExpress. Volgens mij is deze origineel ook weer van IMG. Ja, maar hè. Lekker nog op. Let's go. Deze blouse. Dit is dus nog steeds helemaal een soort question mark voor mij. Het is een Chanel blouse, maar ik weet dus tot de dag van vandaag niet of die legit is of niet. Maar ik denk het niet. Maar dan ben ik wel een beetje opgelicht door die site, omdat ik er best wel veel geld voor heb betaald. Normaal zou je wel denken dat als die echt zou zijn, dat er in ieder geval van die C'tjes in de knoop zou staan. Dat staat er ook niet. Dus dan als laatste van die blouses vind ik deze dus ook heel erg cool van. En Another Stories heb ik ook een keer een sale gekocht en die was echt volgens mij 10 euro of zo. Dus dat was al een... goede deal. Dan ga ik jullie mijn zonnebrillen stash laten zien. Spannend. Wij hebben nog een la. Tadaa. Met alle sunnies. Oké. We beginnen bij deze kant. Hier zijn gewoon al mijn klemmetjes. Alle Marie Claire haarclips. De meeste zijn trouwens van Sui Ava. Ik zal het even hier zo neerzetten. Ze hebben echt het meest geweldige aparte klemmen en met coole kleuren en weet ik wat allemaal. Dus dat zijn wel echt mijn faves. Dan gaan we door naar mijn zonnebrillen. Ik heb het soort van wel geordend. Dit zijn gewoon een beetje allemaal dezelfde soort modellen in verschillende kleuren. Dan heb ik hier zo alles een beetje wat roze en paars is. Deze zonnebril vind ik dus echt heel erg vet. Omdat hij zo'n soort van vlindertje aan de zijkant heeft. Ook lekker old school. Nou, dit vind ik ook heel grappig met al die glittertjes en zo. Dit zijn alle brillen met gekleurde glazen. Ook deze heb ik bijna allemaal weer van Ali. Deze ook. Dit zijn meer mijn designerbrillen. Dus deze van Gucci. Deze Chanel heb ik via Gimme Glitter. Ze hebben echt super veel vette vintage designer items. Dus ik raad je zeker aan om daar eventjes te kijken. Ik heb hier zo nog een vintage Gucci bril. Die ook heel vet is. Die heb ik een keer via Vinted gekocht. Dat was ook echt voor 10 euro of zomaar. Deze Gucci bril ook heel erg blij mee. Deze Versace is een beetje soort van... Ik weet niet, ik draag hem gewoon niet zo. Ik voel me misschien soms iets te pimperig met deze bril. Dus daarom heb ik hem niet zo heel vaak op. Wat best wel weer zonde is, want het kostte me klauwen met geld dat ding. Deze bril is ook echt heel ziek van Marc Jacobs. Try on, yes! Ik hoop dat mijn camera er niet afflikkert. Ook bijna nooit op gehad. Weer even note to self dat ik deze vaak moet dragen. Want hij is wel echt heel cool. Maar het is heel vaak net zo dat ik... Dan heb ik al een heftige outfit aan. Net als bijvoorbeeld dit. En doe je dit erbij. Dan is het gewoon weer net iets te overdreven. Dat ik denk, oké, even een beetje normalisatie. Dit is ook weer zo'n bril waarvan ik dacht... Ik weet niet wat ik dacht. Maar dit is gewoon zo'n zieke wielrenbril. Hallo. Dit is toch helemaal... Gewoon, het is echt alsof ik zo skrrt op de fiets gewoon zo lekker weg ga racen. Het is wel praktisch, maar ja, het ziet er natuurlijk gewoon helemaal niet uit als ik het zo op heb. Hier heb ik allemaal, ja, wat zijn het? Echt bijna een soort van nep Cartier dingen volgens mij. Ook allemaal van Ali. Ook een van mijn favorieten, die heb ik op ASOS gekocht. Hier allemaal van die standaard square modellen. Ook meeste via AliExpress. Ook eigenlijk allemaal Ali. Dan heb ik hier nog twee Celine zonnebrillen die ik eigenlijk bijna niet meer draag.
wel echt hele oude modellen. Dan gaan we door naar de la daaronder. Dit zijn eigenlijk allemaal bikinis. En nou, uiteraard zijn mijn favorite bikinis die van mijn eigen merk, Born in Chaos. Deze, en hier zit nu de vulling nog in, maar normaal gesproken hou ik die eruit omdat ik dat net iets mooier vind vallen. En het kaartje, Born in Chaos. Mocht je Born in Chaos nog niet volgen, volg het zeker even op Instagram. Born.inchaos. Ik zet het ook maar eventjes hier in beeld. We hebben ook deze bikini nog van Born in Chaos. Echt fucking amazing. En die broekjes vallen ook echt heel erg nice. En deze ook echt fantastico. Ook hier zit de vulling nog in, maar die haal ik er normaal gesproken uit. Dan heb ik hier zo eigenlijk winterdingen. Dus sjaals. Hier zo'n sjaal nog van Off-White. Monkey, een witte sjaal. Van die armwarmers. Because I love armwarmers. Deze is mijn lievelings. Ik moet dit even aan jullie laten zien. Want dit was echt in Korea helemaal mijn vibe. En oprecht, op een gegeven moment herkenden mensen mij daar dus. En die zeiden, oh my god, you're the Pikachu girl. Toen dacht ik, ja, that's me. Ik had dus letterlijk, toen ik in Korea was met Tessa, elke dag dit ding op mijn bakkes. Omdat het zo koud was. Het was volgens mij gewoon, de temperatuur was min 2. Maar het was echt gevoelstemperatuur temperatuur min 12. En dit was gewoon echt top. En ik dacht gewoon helemaal, ja, love it. En deze had ik daarvoor gekocht in Shanghai. Die was ook echt top. Maar het echt, ik hou gewoon van oorwarmers. En ik vind het soms ook echt ziek, joh. Om dat gewoon binnen in huis te dragen. Dat is gewoon echt helemaal de life. En dan de onderste la zijn eigenlijk voornamelijk petten en bucket hats. Hier zo eentje van Nike. Deze vind ik echt heel erg vet van La Femme. Gewoon ook weer, ja, lekker year 2K, yes. Deze parel heb ik in Ibiza gekocht. En deze is gewoon zo afgrijzelijk lelijk dat het gewoon vet is. Jullie gaan ook zo stuk, want ik heb echt totaal geen pettenhoofd. Maar dan wil ik gewoon per se een pet. Deze ook. Nou, deze is nu even. Ik moet die pet altijd even op een bepaalde manier stylen. Maar dit is een beetje het idee. Het is een beetje zo'n trucker-achtig model. Heel vet. Dan heb ik nog dit hoedje, super cute, van Minga London. Nog een hele leuke bucket hat. Ik heb nog zo'n hele verzameling met van die acne mutsen. In het groen, in het blauw en in het roze. Jeet! Dit zijn eigenlijk al mijn pakken, tweedelige pakken. Of ja, het zijn eigenlijk letterlijk allemaal tweedelige pakken. Hieronder is letterlijk weer het tegenovergestelde als wat hierboven hangt. Dit zijn soort van echt classy pakken. En dit zijn me echt van, ik heb echt geen zin om mezelf aan te kleden vandaag pakken. Mensen die mij hier daarna tegenkomen, die denken soms echt van, wat is dit voor zieke catfish? Want 9 van de 10 keer loop ik dan echt zonder make-up en gewoon met zo'n pak aan. Omdat ik gewoon denk, ik heb te druk om mezelf aan te kleden. Dat is zo erg en dan ga ik gewoon een beetje skeer. Maar hè, boeien. Nou, mijn favoriete pakken zijn, nou ja, denk ik wel deze. Echt ziek mooi pak van Jaded London. Daar zit dan ook een bijpassende broek bij. Is ook wel weer, die is net iets te low waist. Dus daar is wel chill dat je dan mooi dat oversized jasje er dicht overheen kan doen. Dit pak van Hospierg, ook weer met een beetje zo'n swirl-achtige print. Nog een pak van Hospierg. Die broek is eventjes even loesoe. En dit pakje van Storette. Dit is echt zo'n soort van fake Chanel pakje. Maar echt, I'm living for this shit. Dit is toch geweldig. Dan zal ik ook nog even een paar van mijn favoriete chill pakken gewoon laten zien. Van Somewhere Someday. Echt super chill. Valt ook heel erg mooi. Zit dus ook een broek bij. Die zit hieronder. Dit pakje van de Monkey is ook weer echt een beetje zo'n year 2K-achtig steltje. Met een lage broek. Dan zit er nog zo'n velvet shirtje ook bij cropped. En dan zo'n cropped vestje eroverheen. Deze set is ook weer van New Girl Order. En je ziet het niet heel goed, maar er zit hier met steentjes een Hello Kitty op. En die broek. Maar die zit dus helemaal aan de zijkant. Zitten ook allemaal van die Hello Kitties met steentjes erop op die broekspijpen. Dus very, very nice. Dan heb ik nog een heel leuk rood pakkie van Envy is dat. En dan gewoon met zo'n joggingsbroekje erbij. En dan hier aan de zijkant staat nog een soort van tekst. Maar ik dacht weer wat anders. Ik had nog geen rood pak. Hier hangen voornamelijk eigenlijk al mijn varsity jackets. AK racer jackets. Deze van In-N-Out. Ik dacht dat ik deze voor mijn verjaardag had gekregen. Of niet? I'm not sure. In ieder geval, bijna al deze jasjes zijn via Forces Vintage. Kijk daar zeker eventjes op. Daar hebben ze echt geweldige dingen. Maar kijk even deze zieke In-N-Out Jacka. Geweldig! Oh my god. Hij is zo vet. I cannot. NASCAR jasje. Ook heel erg vet. Deze, volgens mij ook via Forces.
Deze van Taz. Echt super vet. Hieronder hangen eigenlijk voornamelijk bodywarmers en puffer jackets. Deze bodywarmer die heb ik echt net ontvangen en die is van Envy. Echt heel vet, bruin, maar echt een hele mooie fit. Dan zijn we aangekomen bij de volgende kant van de kast. En ik heb het soort van hier een beetje gesorteerd op gebreide truien. Hier heel veel Spencers. En hieronder gewoon meer truien en hoodies. Deze heel erg leuk van Winga London. Vooral dit open hartje vind ik echt super cute. Deze ook weer van Forces. Echt fucking nice. Deze is toch echt helemaal top. Met dat ventje van de Simpsons erop. Dan heb ik hier ook nog een hele vette. Ook weer van Forces Vintage. Deze trui van Tess. Heel vet. Deze zieke hype trui. Dit is wel een grappig verhaal. Want met deze trui, die foto, ben ik helemaal viral gegaan op AliExpress. Who are you? I'm Pam. Who are you? I'm the owner of this house. Overal kwam ik letterlijk mezelf en die foto tegen van die trui van Heaven Can Wait. Want dat was opeens helemaal een gekke hype. Dus dit is de beroemde trui. Dit is ook echt een heel leuk setje van Mijini. Hier zo dus al mijn Spencers. Ja, een van mijn favorieten nog steeds is deze. Die heb ik een keer in Zuid-Korea gekocht. Deze bijvoorbeeld net gekregen van La Femme. Ook wel vet. Ik vind sowieso het logo van hun heel nice altijd. Deze is van Kina en Tam. Ook heel cool. Oké, dan heb ik hier nog mijn sweatshirts, zo noem je dat. Mijn sweatshirts en mijn hoodies hangen. Ja, eentje die ik echt heel erg veel draag. Ook lekker basic bitch, maar die is van de Subdued. Deze trui vind ik ook nog steeds echt heel erg top. Dat is gewoon zo'n nep Drew trui. Heb ik in Shanghai toen op die fake market gehaald. Ik kan jullie wel even laten zien wat er in deze doos zit. Jeet! Dit, ja, toen was ik gewoon weer een beetje in een gekke bui. Tenminste, ik zag het gewoon voorbij komen en toen dacht ik, ga ik dit echt doen? En toen had ik het maar soort van een beetje gelabeld als, ja, ik ben bijna jarig en investering, want het is limited, bla bla. Maar jongens, ik ga het jullie laten zien. Het is dit Louis Vuitton skateboard. What the fuck? Ik ben nog steeds, ja, ik moet er gewoon een beetje om lachen dat ik soms denk, spoor jij wel? Er zit wel een beetje een verhaal soort van ook waarom ik heel graag dit bord wilde kopen. Skate heeft mij mentaal zoveel rust gegeven in die tijd dat ik echt nodig had. Want ik zat gewoon echt niet lekker in mijn vel. En het heeft me echt best wel een soort van geholpen met bepaalde dingen te verwerken en zo. Ik vind dat heel weird. En nog steeds altijd mensen die dan zeggen, poser, dit dat. Dan denk ik, weet je, echt prima, noem me maar fucking poser. Denk maar dat ik ga skaten omdat ik boys wil fixen. Echt helemaal prima, I don't fucking care. Maar in ieder geval, het heeft mij persoonlijk, echt vooral op mentaal gebied, echt heel veel geholpen. Ik ben totaal niet goed erin, boeit niet. Maar hier, ik word hier gewoon zo chill van, omdat ik alleen maar bezig ben met, oké, ik moet op mijn bord blijven staan. Oh, ik moet mijn balans houden. En ik kan letterlijk niet aan iets anders denken. En dat is voor mij gewoon heel, ik word er gewoon echt zen van en heel erg chill. En voor mij was het ook echt een van de eerste dingen die ik echt weer voor mezelf ging doen. Dus dat is ook wel een beetje de reden waarom ik dacht van ja, ik wil dit gewoon heel graag aan mezelf geven. En ook mee vallen omdat ik heel proud of myself ben. Cringe heel erg als ik dit zeg, maar dat is ook weer een oefening dat ik dat vaker tegen mezelf moet leren zeggen. Dus dat is het Louis skateboard. Dit wordt zo'n lange video ook. Het houdt maar niet op, maar ik ga jullie toch echt het allemaal laten zien. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie er nog steeds bij zijn. Let me know in de comments. We gaan door naar de volgende kast. Laat ik jullie eerst even de bovenste doos zien. Wat daarin hoort. I will show you. Mijn eerste Chanel tas. Nou, en dit hele verhaal, daar heb ik ook uiteraard een video over gemaakt. Dus als je het nog niet hebt gezien, kijk hem zeker even terug. Want dat was een hels drama om dat ding te kopen. Maar uiteindelijk ben ik er nog wel heel blij mee. Het is de, volgens mij, small flapback. I'm not sure. Maar dit is, ja, dat is ook nog steeds helemaal gestoord. Maar ja, wel heel blij met het ding. En die kleur vind ik nog steeds echt helemaal top. En dan het allerbeste van deze hele kast. Dat zijn een paar items. Dat is natuurlijk Born in Chaos. Yes! Dat is deze rok. Geweldig! Echt de dream. Ook van Born in Chaos. Oh my god, follow! En dat is deze. En deze vind ik gewoon echt heel vet. Het is een rundgen van een vlinder. En hij loopt op de achterkant dan helemaal door. Maar ik vind gewoon, dit is gewoon een vibe, deze rok.
Nou, dit vind ik dus een hele chille. Die heb ik toevallig ook gisteren in Mall of the Netherlands bij de Bershka gehaald. Dit shirtje vind ik ook very nice van Ganni. Dan hier heb ik echt al mijn baby tees liggen. Because I love baby tees. Daar heb ik alle soort van topjes, spaghetti topjes liggen. En hier eigenlijk ook nog. En met weer de Born in Chaos tees. En nou ja, die steentjes. Jullie weten, obsessed met steentjes. Dus love it. En ze vallen ook gewoon weer echt heel mooi. Een soort van net niet te kropt, maar ook weer niet te lang. Dus het is echt gewoon het perfecte model. Ook weer bij de Bershka. Ook weer gisteren. Ik ga een stuk gelijk even een halve shoplog erdoorheen. Heel leuk. Ook weer met zo'n vlindertje. Deze. Ook weer van de Urban Outfitters. Er staat hierop Destroyer. Mijn halve kast komt tegenwoordig van de Urban Outfitters. Maar ook deze. En die heb ik dan ook nog in paars met oranje van de Urban Outfitters. Echt heel schattig. Qua broeken heb ik op dit moment... Dit zijn eigenlijk een beetje mijn favoriete broeken die hier zo liggen. Ik heb deze. Echt die broeken van Motorox zijn echt amazing qua fit. Die vind ik gewoon super mooi vallen. Deze beige. En die heb ik dan ook in het wit. Dat is dan deze. Mijn Prada laarzen. Ook al zie je ze wel steeds meer. Oh, er zit hier een beetje een vlek op. Maar maakt niet uit. Ze maken wel weer een keer schoon. Nog steeds wel heel erg blij met deze heftige soort legerlaarzen. Dan gaan we door naar het laatste soort van kledingkastgedeelte. En dit zijn eigenlijk allemaal two-piece zomersetjes. En dan heb ik hier zo jurkjes en tuinpakken. We moeten door. We gaan even wat dingen laten zien. Dit hele leuke setje van Jaded London. Dit pakje heb ik gekocht in Parijs bij Sandro. Gewoon een chill setje eigenlijk ook van badstof. Bij de Zara heb ik die pas gehaald. Dit groene ribbel croptopje. En dan heb je dit bikershort erbij. En dan doe ik meestal een oversized zwarte blazer erbij. En dan is het soort van, heb je totaal eigenlijk geen effort gedaan. Maar dan ziet het er nog wel een beetje bij elkaar geraapt uit. Dus weet je, that's what I like. Dit hele leuke jurkje van H&M Divided. Dit hele leuke jurkje die ik ook gisteren heb gekocht bij de Urban Outfitters. Maar kijk, echt heel leuk dat printje. En hij was in de sale. Dit witte jurkje is van Amaka Care Naked. Ik weet niet of dat al uit is, maar anders als je gewoon Amaka intypt op Naked, dan vind je dat vanzelf. Waar ook alweer bij de Gideon, geloof ik, in Amsterdam toen. Heel leuk. Deze zebra jurk vind ik ook heel vet van Edited. Die heb ik ook best wel nieuw en dan met cowboy boots eronder. Dit is ook echt een toppertje. Die heb ik bij Ruta Market gekocht. Of Ruta, weet ik veel. Ruta Market in Ibiza. Naast het gedeelte wat we net hebben gehad, staan dus al mijn schoenen en tassen. Nou ja, het was dus weer een beetje te veel om allemaal op een goede manier neer te zetten. We gaan even beginnen met deze leuke knuffel. Deze tas heb ik... Oh nee, de Chanel valt. Ook weer pas in Ibiza gekocht op de Las Dalias Market. Maar dit is gewoon echt een ziek chille strandtas. Heel leuk. Deze plank hier staan eigenlijk voornamelijk mijn designertassen allemaal. Dan heb ik daar een aantal vintage. Dus bijvoorbeeld deze draag ik nu echt mega veel. Van Fendi via Gimme Glitter. Gimme Glitter. Deze heb ik via hun. Dat is ook weer eentje van Fendi. En deze ziet er nog zo ziek mooi uit. Gewoon echt bijna als nieuw. Echt heel sick. Deze zijn allebei ook echt een beetje naar de tering. Omdat ik die zoveel heb gedragen. Mijn twee Prada tasjes, blauw en roze. Oh, die man is helemaal aan het kijken. Vind ik echt heel vervelend. Ik ga even de draad doen. Dan hebben we nog deze Balenciaga. Dit is wel echt... Was dit een van mijn eerste designer tassen? Nee, volgens mij niet. Tweede. Ik twijfel dus of dit was mijn eerste. I'm not even sure. Maar deze heb ik ook bij de Rode Loper gekocht. Dit is een tasje van Gucci met arbeidjes erop. En... ook deze vind ik nog steeds heel erg vet. Omdat ik hou gewoon heel erg van die speciale pieces. Waarbij je niet heel erg ziet van... oh, het is van Gucci. Maar dat je gewoon denkt van... oh, wat een leuk printje. Dan hebben we dit Jacquemus tasje in de paars. I am so crazy. I don't know. Soms weet ik ook gewoon niet wat er in mijn hoofd omgaat. Maar goed, ik ben er wel heel blij mee. Deze strandtas... dus ja, deze gebruik ik vaak als ik naar Skiffa ga. Dan heb ik nog dit tasje. Dit vind ik ook echt een geweldige parel. En het merk heet Stout. Dus S-T-A-U-D, Stout. Deze
heb ik ook gisteren gekocht bij de Mall of the Netherlands en zo. Ik heb eigenlijk echt een zieke shopping sessie gedaan in mijn eentje. Van de Bershka, €17,99. Nou, helemaal geen drol, maar echt heel leuk een printje. Deze van de Urban Outfitters, once again. Deze draag ik heel erg veel, gewoon als soort van witte. Deze zijn een keer custom voor mij gemaakt. Ben ik ook nog steeds echt mega blij mee. Deze schoenen heb ik letterlijk helemaal afgedragen. Je ziet ook hier bij allebei de tenen zitten gaten. Die pasteldingen. Dit zijn nu een beetje mijn nieuwe skate schoenen, die blazers. Heel chill. Hier zijn eigenlijk voornamelijk hakken. Nou ja, deze heb ik nu net nieuw. Ook weer via Gimme Glitter. Heel vet. Een Fendi hakje. Echt super vet met die kraaltjes en zo erop. Ja, het lijkt een beetje op van die Gucci-achtige hakken, weet je wel. Maar het zijn gewoon van de Bershk. Van de Zara heb ik in Spanje gehaald. Van die houtje touwtje dingen van Naked. Hier zijn eigenlijk allemaal schoenen die ik bijna niet meer draag of heel weinig. Ja, dit dan wel. Gewoon een soort van mijn instapslippers. Lijken een beetje van die Yeezys, maar zijn gewoon lekker van de Poem weer. Die Balenciaga Triple S die ik eigenlijk nooit meer draag. Jordans, nog meer Jordans. Deze heb ik bij zo'n reseller in Parijs gehaald. Dit zijn die SB's en mijn Trackrunners. Hier liggen gewoon allemaal wat hoedjes. Dan heb ik hier nog verschillende zwarte laarsjes liggen en mijn to-go slippers van deze zomer, ook van de Bershka, die heb ik echt mega veel gedragen. Hier allerlei soorten All-Stars en hier zijn nog van die Vans slip-ons met roze en vlinders, paarse blokjes, oranje hoge All-Stars, deze Madeliefjes All-Stars, witte All-Stars, Kom de Garçon All-Stars. Deze had ik weer in Spanje pas gehaald van die Vans met die vlammen. Dan heb ik hier zo nog, ja, ik denk dat ik deze binnenkort ga verkopen. Dus mocht je interesse hierin hebben, let me know. Van die off-white sneakers. Maar die heb ik echt, nou ja, ik denk dat op één hand stellen hoe vaak ik het heb gedragen. Ze zijn wel vies, maar dat kan ik wel schoonmaken. Dit was wel een van de eerste designer items die ik had gekocht. Deze Triple S, die zijn ook echt gewoon helemaal naar de kloten. Maar die kan ik niet weggooien, omdat het gewoon te veel memories heeft. Het heeft emotionele waarde. Dan heb ik nog deze cute New Balance. Hier heb ik nog allemaal Buffalo London schoenen. Hier al mijn Docs. Dit soort van een beetje holografisch-achtige Doc. Dit zijn die zieke Max platform Docs. Deze Docs die ik nu aan heb zijn van die lage en dan ook met platform. Dan dit zijn gewoon die Classics. Dit zijn Jadens. Deze met die rits aan de voorkant. Mijn Gucci loafers, ook nog steeds very blij mee. Het lijkt net als een zieke scam, maar dit is gewoon een zooltje omdat ze te groot waren, want ze hadden mijn maat niet meer. Deze killer schoenen van Naked Wolf. Echt love it. Ik ben wel echt bijna 2 meter als ik deze aan heb. En deze schoenen, ik denk dat dit oprecht de schoenen zijn die ik nu het meeste aan heb. Love deze soort cowboy-achtige stijl en ook dat het een platform heeft. En deze zijn van Yellow Shop in Yellow Shop ES, geloof ik dat het heet. Dit was dan het einde van deze intens lange closet tour. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wil je trouwens meer weten over mijn eigen merk Born in Chaos, dan kan je altijd eventjes de Instagram van Born in Chaos volgen. Als alles goed gaat, dan komt het aankomende zondag allemaal live. Het is heel spannend. Ik ben er echt super excited over en ik kan niet wachten. En ik hoop gewoon dat jullie er even enthousiast over zijn als ik. Doe zeker nog even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon volgende week weer. Mwah!